Yo, Ruben Chesto, welkom bij weer een nieuwe video hier op mijn kanaal Chesto. Vandaag spelen we op de map Gauntlet, waar ik even kijken, donderdag een nuclear op heb gehaald. Terwijl ik heb die video toen geüpload, ik had mijn booster gehaald. Maar we gaan kijken wat we vandaag op deze map kunnen gaan neerzetten. Ik speel met de HVK30 met daarop Rapid Fire en de Fast Mac Attachment. En ze zitten al gelijk te campen in dat huisje daar zo. Dat willen we niet. We gaan proberen die campers gewoon weg te halen uit een vertrouwde habitat. Zoals je weet. Oh, vieze flikker. Deze map heeft 3 delen. Aan de rechterkant van de map, waar ik op dit moment loop, heeft het een stadachtig iets. Als we naar de middel gaan, heeft het hier een sneeuwachtig iets. En gaan we naar het hele linker deel van de map, of als je daar loopt, naar het rechter deel van de map, heb je de hele jungle of wat dan ook is. Dus, deze map is, laat maar zeggen, een trainingsgebouw voor militairen. Oh, hier heb ik echt ziek veel geluk. Dus, het is wel cool in elkaar gezet, deze map. Ik heb natuurlijk ook de allereerste nuclear opgehaald in deze mappack-series. Dus, dat was trouwens mijn 11e nuclear, hoor. Niet dat ik denk dat ik toen pas mijn eerste nuclear heb gehaald. Oh jammer, ik had hem bijna getummen. Ja, het was een Vesper. En de Vesper is echt mighty in deze game. Dus logisch dat ik daar dood was gegaan. Oh, get shrekt. Ah, kijk, weet je wat het kut aan deze map is? Is dat het zo vol zit met sportjes waar je even kan zitten ofzo. Hetzelfde op de reis. Weet je, ik vind dat echt zwaar hinderlijk dat erin zit, weet je. Het is een goede map, zo niet. Maar als ze iets minder van die hidespotjes erin hadden gebracht, had hij toch echt wel iets beter geweest. Iets kleiner, weet je. Ik weet ook niet waar de enemies zijn. Zit hier één onder me? Ja, dat was hij. Dat was teammate. Pak even deze tag op. Ik moet eigenlijk ook nog die ene tag oppakken. Willen potje een beetje kunnen winnen. De tag is verdwenen. Ik heb trouwens de annihilator aan staan. Die heb ik nu geëquipt. Dus enemies. Show yourself. Ja, dat had ik dus ook. Je ziet er heel vaak vast in het raampje. Dat is echt fucked up gemaakt. Dan moet je nog even patchen. Oh my god, komt hij serieus helemaal achter me aan? Wow, dude. Nou, ik heb in ieder geval counter, dus daar kan ik ze even mooi mee hinderen. Dus alsjeblieft, enemies. Tenzij ze nu natuurlijk hardwired hebben. Dan hoor je dan, voor mij hardwired. Of bestaat dat niet meer in deze game? Ik weet het niet. Ik weet nog niet of er nog hardwired in zit, ja of nee. Ik heb in ieder geval weer een UAV, die wacht ik heel even. Hierboven zit sowieso iemand. Teammate, jongen. Oh my god! Ah, shit! Ik ga echt niet zo goed nou. Dat is jammer. Maar ja, maakt niet uit. Hoe weet deze dude dat ik hier was? Ik heb een ghost. Ja, het zal wel. Nou! Fuck my life, hou me serieus. Ik ga echt dood door de raarste dingen. Kom aan zeg. Let's go. Gelukkig heb ik deze dude wel. Als ik deze dude eigenlijk niet had gehad, had ik echt gewoon gekwipt met Call of Duty game. Nou kijk, dit is dus. Gebruik een ghost. Aha. Hun gebruiken ook ghost en nog eens silence wapen. Dus hun zijn helemaal pussy. Oké, wacht. Ik heb het zelf ook gedaan, maar goed. Never mind. Zit daar in de verte nog iemand? Ah. Oh. Zat daar in de verte nog iemand, jongens?
Let's go. Ik vraag me af hoe hij weet dat ik hier al kom. Zo, maar één. Let's go. Get on, boys. Iemand plet daar van de map af. Mooi, dat heb ik zelf ook een paar keer gehad. Dus fuck you. Ik ben niet de enige die dat heeft dus. Nee! Mijn teammate activeert! Oh, shit. Echt, die hive is gewoon gemaakt om te campen, houden. Die hive is echt gewoon een campstreak. Ik weet niet hoe ik zelf ook die dubbel kill... Oh, weet me wel. Dat was toen een combine. Zo, oh. Ja, kom mee zo. Dat was toen een combine. Toen, in die trap. Toen moest je dubbel kills halen, geloof ik. En toen kwamen er twee mensen. En ik schoot gelukkig twee hives af. Want ik had toen die tijd zo vaak gehad. Dat er schoot ik één hive af. En dan ging die niet af of zo. Gelukkig ging die toen wel af. En toen ging die andere ook nog eens af. Op tijd. Want wil je hem halen. Dan moet je even je killcam afkijken. Want dan blijven je hives iets langer liggen. En dat helpt. Ah, ik moet nog even lekker hoesten. Lekker. Ja, vind ik ook. Executed. En die ook. Oh, in mijn rug. Die had ik niet gezien. Die had ik niet gezien. Dat ken je niet goed op mijn minimap. Teammate heeft een raid. Let's go, teammate. En dan ga ik dood. Oh. Fuck my life. Ik ben nog steeds verkouden. Shit, sorry. Ik sta echt slecht. Maar ja, never mind, weet je. Ik upload gewoon een video. Ik ga niet midden in de video stoppen omdat het iets slecht gaat. Zo ben ik niet, jongens. Gaan mijn teammate nou dood, serieus? Lekker teammate. Good job, jongen. Nou, ik weet dat. Maar dat duurt veel te lang. Oh. Let's go, boys. Kijk, krijg daar serieus geen punten voor assist suicide. Oh shit, er zit een glitch hier. Let's go. Oh, potje nog afgelopen. Kan nog een hater. Dus, uitscoren. 35-14. Toch nog een 2x1 weten te halen. We gingen even lekker op het einde van het potje. Daar is hier links een glitch waardoor je weer op het dak kan. Dus Treyarch, als je dit kijkt wat je toch niet doet, fix je fucking glitches. Maar ja, ik ga er niet meer over zeiken, want dat heb ik al genoeg gedaan in de splash video. Ik bedank jullie voor het kijken in deze video. Laten we 80 likes hitten, lijkt me echt awesome. Dus, bedankt voor het kijken in deze video, jongens. Zoals ik altijd zeg. Doei!